Dit is mijn zeemeerminschaaltje. En ik heb hem ook Aquamin genoemd. Het is een oude schaal. En is volgens mij van een vrouw geweest. Uit Tibet, Nepal. Je voelt heel sterk de vrouwelijke energie. En hij is heel erg sterk gericht op water en energie. Ik ga nu een meditatie doen. Welkom. Deze schaal neemt je mee naar een meer. Een meer, water, een bron. En het helpt je om dichter bij jezelf te zijn. Jouw unieke ik. Jouw zijn. Het water stroomt alle kanten op. Het water stroomt en vult de gaten met vocht. Het vereffent de weg die je mag gaan. Laat het stromen. Laat het stromen. Probeer dat waar je mee bezig was los te laten. Probeer alles rondom je heen los te laten. Leef in het nu. Leef in dat wat je nu tegenkomt. En ook dat hoort weer bij het verleden. Jouw zoektocht om jezelf te ontdekken helpt jou om er te zijn. Helpt jou om één te zijn met dat wat bij je hoort, dat wat je tegenkomt. Het is ook een deel van jouw manifesteren. Maar wat wil je? Wat moet je? Je merkt dat als jij in harmonie bent in je omgeving, dat je nergens tekort in hebt. Pluk de appel als die rijp is en eet hem op. Laat stromen. En fantaseer een mooie blauwe aquakleur die jou een stuk vrijheid en een stuk rust geeft. Aqua blue. Aqua er mogen zijn. In beweging met alles. In beweging. Er komt een heel diep weten in jou die je helpt te begrijpen waar je nu in zit.
en wat jij nu nodig hebt. Laat het stromen omdat het bij jou thuis hoort. Ik ben. Water. Stromen. Dit is een oude klankschaal. Hij is te koop op Stenenrijk. Vraag naar wat die kost. Hij is 370 gram. En oude schalen, je komt ze steeds minder tegen. Maar deze is van een vrouwelijke monnik geweest. En die heeft hem de hele leven lang gekoesterd. Jij bent dan de tweede eigenaar. En in principe geef je dus een stuk energie weer terug naar de eigenaar waarvan die schaal geweest is.